Meer innovatie, dames en heren. Meer innovatie in een tijd dat de technologische ontwikkelingen echt supersnel gaan. Echt, het is nog nooit zo snel gegaan. En dat vinden wij bij Talpa fantastisch, want dat geeft ons veel meer mogelijkheden om coole content te maken en ook veel meer commerciële mogelijkheden te doen. Nou, denk mogelijkheden aan virtual reality, denk aan augmented reality. Maar de echte grote doorbraak op het gebied van technologie dit jaar is natuurlijk kunstmatige intelligentie, waarmee je allerlei zaken veel slimmer kan maken. Nou, daar gaan wij als Talpa ook zwaar op inzetten en in investeren om onze content slimmer te maken en veel intelligenter te maken. En daarmee kunnen we dingen doen die een aantal jaren geleden nog totaal onmogelijk waren. En ik wil daar twee voorbeelden van geven die wij in 2018 gaan doen. De eerste is VoetbalTV. En VoetbalTV is een initiatief van de KNVB. En samen met ons, met Talpa, gaan wij een groot nieuw online voetbalplatform maken voor het amateurvoetbal in Nederland. We gaan de wedstrijden van amateurvoetbal online livestreamen. En daarnaast kan je je clips delen, je kan de highlights terugzoeken. En het wordt ook een analyseplatform voor de club zelf om de wedstrijden terug te kijken. En ook om de spelers en de teams beter te maken. Laten we even kijken naar een korte preview. Dit wordt echt super cool. We gaan met VoetbalTV. Uiteindelijk willen we 80.000 wedstrijden van het amateurvoetbal live gaan streamen op het internet per jaar. Nou, om 80.000 wedstrijden te gaan livestreamen, dat is technisch natuurlijk ongelooflijk complex. Dus hartstikke leuk, zeg ik. Maar dat betekent dat je alles moet gaan automatiseren. Elk camera shot, elke zoombeweging, elke highlight die je uitkiest. Je kan onmogelijk 80.000 cameramensen achter de camera's zetten. Dus daar komt dan echt die intelligente software, die slimme software weer bij kijken. Nou, we hebben de eerste camerapaal al de grond in op een voetbalveld in Nederland. Dus ik persoonlijk kan nu elke zaterdagochtend al op de bank met chips de F's kijken in Nederland. En na de winterstop gaan wij met de KNVB de eerste pilot in met de eerste clubs. En na de zomervakantie zijn er dan 100 clubs live waar we naar kunnen kijken. De tweede voorbeeld wat ik wil laten zien is Juke. En Juke is ons muziek-entertainment platform. We hebben de eerste versie daarvan al gelanceerd. Je kan nu 40 miljoen muzieknummers kijken op, of luisteren op Juke. Maar wat we echt willen met Juke is radio opnieuw uitvinden. En radio opnieuw uitvinden betekent echt de combinatie maken van live muziek, live radio en on-demand muziek. De combinatie van niet alleen audio, maar ook video, dat noemen we dan visual radio. En ook echt de interactie met de gebruikers zoeken. Kortom, jouw persoonlijke muziek-dj. Die ook jouw persoonlijke muziek-DNA gaat leren. Even een kijk je in de toekomst hoe wij Juke gaan zien. Siri, start Juke. Goedemorgen Rick, welkom bij Juke. Start even staat op. Wil je deze luisteren op je mobiel of op je Sonos? Sonos graag. Radio 58, goedemorgen.
Hey Rick, wil je Everstaat op verder luisteren? Ja, maar ik wil eerst de verkeersinformatie op mijn vaste route. 5-3 had verkeer met een vertraging op de A6 en de complete stad is in verband met. Hey Duke, wat is het laatste nieuws? Wil je ook het lokale weer weten? Nee. 5-3 had nieuws. 5-3 Duke, start de Veronica top 10. Audio of video? Video. Spaar nu bij Shell voor kortingen tot wel 50% op Philips producten. Ja, Duke wordt dus echt intelligent. En dat is ook nodig, want in de ochtend wil je iets anders luisteren dan in de avond. Dus het gaat echt jouw persoonlijke muzieksmaak leren. Hè? En dat noemen wij dan jouw persoonlijke muziek DNA. Daarnaast krijgt Duke ook karakter. En dat brengen we dan weer in onze DJ's. Die hun eigen persoonlijke smaak, hun persoonlijke playlist daar ook aan toevoegen. Nou, als je die combinatie bij elkaar neemt. En dus echt je persoonlijke muziek DJ maakt van Duke, heb je weer die intelligente software nodig, die kunstmatige intelligentie om het echt persoonlijk te maken. Nou, in deze video hebben jullie ook gezien dat je Duke straks met spraak kan bedienen en de eerste versie daarvan gaan wij ook in 2018 lanceren. Nou, om dit allemaal te doen heb je natuurlijk een heel groot technologieplatform nodig. Nou, dat hebben wij, dat heet het Talpa Connect platform. Daar zijn we 4 jaar geleden al mee begonnen. Al onze diensten draaien daar ook op. Dat is echt onze backbone. Altijd met de filosofie van standaardisatie op de achterkant en innovatie naar de consument toe en voor de commerciële kant. Maar wat echt nieuw is, is ons Smart Data platform. Daar investeren we op dit moment heel veel in. En dat is ook nodig, want als je 80.000 wedstrijden live wil gaan registreren, maar volledig geautomatiseerd, dus echt die bal wil gaan trekken op het veld, en dat gaan we doen, dan moet die slimme algoritmes of die zelflerende algoritmes wel data hebben. Dat komt uit het Smart Data platform. Dat geldt zelfs voor Duke. Als je een persoonlijke dienst wil maken, moet je wel kunnen leren van het gedrag van je consument. En misschien nog wel als laatste, derde punt, nog belangrijker, de commerciële kant. Ook het targeten van de consument, daar heb je echt heel diep inzicht nodig van, op het gebied van data. Nou, dat doen we met het Smart Data Platform. Ambities daar liggen ook hoog. We gaan 5 typen data verzamelen. Aan de ene kant demografische data, gedragsdata en interestdata. Dat is de basis natuurlijk, maar wat nieuw is, is personality data en intent data. Of persoonlijkheid en intentie. Persoonlijkheid is wat voor een persoon ben je? Ben je meer open? Ben je meer gesloten? Ben je emotioneel of rationeel? En als we dat weten, kan je daar veel beter je commerciële boodschap op afstemmen. Kan je verschillende uitingen brengen aan de consument. En intent data, dan gaat het echt om buying intent. Waar is de consument op dit moment op zoek naar qua producten? En het is natuurlijk duidelijk met de acquisitie van Emesa dat een enorme aanvulling is op de intent data in ons dataplatform. En daarnaast brengen zij ook nog 5 miljoen profielen, geïdentificeerde gebruikers mee. Want uiteraard gaan wij van naar geïdentificeerde gebruikers toe. En dat allemaal uiteraard binnen de GDPR en privacy wetgeving. Nou, tot slot, technologie en data dus als drijvende kracht achter allerlei mooie nieuwe innovatieve diensten die we gaan brengen in 2018. Daarnaast gaan we ook echt inzetten op het op technology, het opbouwen van technology IP. Want wij vinden dat in een modern mediabedrijf technologie een hele belangrijke integrale onderdeel is van de organisatie. Naast content, naast commercie, meer innovatie. Dank u wel.